krijgen allemaal dingetjes achter de schermen en bijvoorbeeld ook pakketjes inpakken voor de finalisten. Dus we hebben een doosje en hier gaan alle essentials in voor de casting. Zo, laten we het inpakken. Lekker onderweg nu naar Amsterdam. Miep. Het leuke is dat op de castingdag, dan gaat de huidige Miss Antet in het wit. Dus ik ga nu naar SoPR om een hele leuke outfit uit te gaan kiezen. Die ik dan zaterdag uit kan doen. Gelukkig heb ik mijn styling expert bij me. Wat denk je voor de outfit? Wat heb je ooit in gedachten dat je denkt, nou dat vind ik toch wel leuk bij staan? Als we het dan toch hebben over wit, een hele mooie jurk. Een trouwjurk. Oh my god, ja. Wat? Ja, dan moet je nog even wachten. Wat? Ik zou vooral lekker strak bij kont. We zijn net weer bij SoPR vandaan. En er is een heel leuk wit pak, wat we op dit moment niet op voorraad hadden. Maar dat nu wordt besteld. Dus fingers crossed dat het op tijd binnenkomt. Over de dresscode gesproken, de crew doet allemaal zwart aan en de jury heeft als dresscode business chic. Een klein tipje van de sluier, ik denk dat het bij mij dit wordt. Kijk, nog een beetje oranje, het Miss Nederland thema, een lekker printje waar ik van hou. Het kan zomaar zijn dat ik iets heel anders aan heb, want ja, in de ochtend zal ik misschien wel mijn gedachten veranderen, maar ik denk dat ik voor dit ga. Dit zijn de welkomstpakketjes voor de finalisten. Ze krijgen een welkomstbrief, ze krijgen alle producten, ze krijgen een mooie badje. Het kan weer niet op, hè? En dat is nog maar het begin. En natuurlijk onze Julia. Wie weet wie hier volgend jaar op staat. Nu door naar Lot Joyelli voor de kroon. Ik kies voor alles. Alle momenten die we gaan komen. Het is echt top, want ik heb dus net bericht gekregen dat mijn pak deze week binnenkomt. Top! Eigenlijk het begin van de voorbereiding van de castingdag vanaf mijn kant. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat de andere meiden nu aan het doen zijn. Leuk dat je hiermee kan vloggen. Wat fancy! We hebben fancy apparatuur bij Miss Nederland. Ik doe kopiëren. Ik zorg ervoor dat al het papierwerk in orde is. Nou, keurig. Beetje scheef. Oh ja, nou, en er staat 2021. Oh, toch wel. Zorgelijk, zeer zorgelijk. Voor de casting maken we ook een castingboek, a.k.a. het smoedeboek. Hier zijn alle meiden op alfabetische volgorde met wat extra informatie, zodat de jury dit nog kan lezen of met een foto erbij, zodat ze daarna nog kunnen kijken van, oh ja, dit was dit meisje. Een leuke fun fact is dat bij de talenten die de meiden moeten invullen, heeft bijna iedereen zingen. We kunnen straks gewoon een girlband opstarten. De Miss Nederland Girlband. Dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Mensen blij maken. Dat is ook een talent. Uitstekende mensenkennis. Oh, daar kan ik misschien nog wel wat van leren. Mijn empathisch vermogen en zeer creatief vind ik ook een leuke en originele saxofoon spelen. Die kan ook in de girlband. Voor de casting hebben we ook een banner gemaakt, zodat de meiden in één opslag kunnen zien waar ze zich moeten aanmelden. Dus laten we hem bestellen en hopelijk wordt hij mooi. Zojuist zijn we even naar de Kruidvat gegaan om van alle meiden die zaterdag op de casting komen een foto uit te printen. Want zo kunnen we, als de jury moet gaan kiezen voor de top 20 of voor de top 10, kijken van oh ja, dit was dit meisje, dit was dit meisje, eventjes mooi in het groot. En wat was speciaal aan haar, wat was leuk aan haar. Nu gaan we ze even nummeren, zodat we ze straks makkelijk kunnen uitzoeken. Ik heb zeker favorietjes, ja. Die had ik al op Insta, stiekem, na alle challenges. En ja, ik denk dat hun het ook heel goed gaan doen op de castingdag. Maar het is altijd nog maar zien, misschien zijn ze een grote teleurstelling als ze voor je staan. Ik kom net uit het kantoor van Hanna binnengelopen en look what I see! De bathing suits!
bedanken voor de leuke trip. Echt top. Top, 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 top. En alle benodigdheden. Top. Ja, gaan we van hem erbij te hebben. Deze zit ik ook melden. Ja. Top voor de... Ja, het zijn er maar 3 alleen. Niet, maar morgen... Dat kan je zondag uitsturen. Wij moeten alleen dan zorgen dat we 1 goede foto hebben. Ja. Dus we moeten even heel goed over nadenken welke foto we pakken. Zo, en dan gaan deze allemaal naar de auto. Naar de auto. En dan naar Kras. Yes. Boom. We zitten lekker thuis bij Janiqua. Ja. A.k.a. Janieke. A.k.a. Jan die alles kan. Nee, dat is wel leuk. Dat vind ik lief. Ik kan dat op je kimono zetten. Ik kan dat ook tatoeëren. Dat is leuk. Oh my god, voor wat zou je dat laten tatoeëren? Voor wat? Ja. Voor 10.000 abonnees op YouTube. 10.000 abonnees! Oké, let's go. Jullie zijn erbij, zijn getuigen. Vraag al je vrienden, familie, om te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan hoor je dus. Dan gaan ze deze tatoeage laten zetten. Jan die alles kan. Maar we wachten nu op Mark, onze die sashi. We eten ook gewoon. Ja. Mark, en die gaat onze haarfix. Die gaat mij even uitleggen, zodat we helemaal weer Pico Bello eruit zien voor de casting. Jules gaat even lekker... Ik ga mij mijn kost knippen. Top, top, top. Ja, ik denk een boblijn, hè? Ik denk het ook. Kijk, met zo'n pony. Ik kan daar iets van eten. Wat zei je? Is dat die bruine deur? Ik doe hem gewoon open. Ik ga... Oh, jee! Hi! Gesteld te maken met je hormonen, met je, ja. Met je hele staat van zijn. Ja. Dus natuurlijk, je haar is onderdeel van. Of tenminste, ja, prachtig. Echt heel nice. Top. Ik ben klaar voor de castingdag. Yes!